Vanuit Babyloniebroek in de bus mee naar Hezen om te gaan kijken op de bouwplaats van Bouwerij Schoon. Zij bouwen daar een wagen die gaat over Babyloniebroek. En deze wagen rijdt aankomende zondag mee in de theaterparade van de Brabantse Dag. Ontwerper Michel Zegveld legt uit waarom zij voor het dorpje Babyloniebroek hebben gekozen. Het thema voor dit jaar gaat eigenlijk over Brabantse plaatsen. Verschillende plaatsen die gekozen zijn. En Babyloniebroek sprong wel uit bij mij. Ik vond het wel een hele interessante naam, dus ik ging kijken naar het verhaal erachter. En dan kom je uit bij die legende waarbij de monniken hier een Babylonische bende aantroffen dan. En ik dacht, ja, daar kun je wel een leuk verhaal van maken. En dan zijn we vooral aan de gang gegaan met Babylonische spraakverwarring en zo. En het land van misverstand hebben we toen genoemd. De huisjes, daar komen bewoners in. En de monniken die komen het christendom brengen. Dus in het spel komen de monniken en die zingen het volk toe, om het even zo te zeggen. En het volk roept wat terug. Maar ja, dat is niet wat de monniken willen horen, want de monniken willen een beetje orde brengen in dat dorp, maar dat lukt niet helemaal. Burgemeester Fons Natrop en tevens inwoner van Babyloniebroek is onder de indruk. Heel veel inspiratie, creativiteit, heel veel mensen, meer dan 70 mensen die eraan gebouwd hebben en die dan zich hebben laten inspireren door Babyloniebroek, door de naam. De Babylonische spraakverwarring en alles wat daarmee samenhangt. Ik heb ontzettend veel respect en waardering voor al die mensen die daar in hun vrijwilligerstijd zeg maar, doen. Doen dat met heel veel passie, heel veel met hun hart en ziel. En die moeten nog echt de laatste loodjes nog wel behoorlijk even stevig tegenaan. Maar dan staat er volgens mij zondag een prachtig geheel waar heel veel mensen aan gewerkt hebben. En waar wij met z'n allen en heel Brabant trots op mag zijn. Wielrenster Marianne Vos, die opgegroeid is in Babyloniebroek, is sinds dit jaar ook ambassadrice van de Brabantse Dag. Ik werd benaderd eigenlijk persoonlijk door de burgemeester van Heeselende. En die, die was heel enthousiast over de Brabantse Dag. En ik kende de Brabantse Dag al wel, alleen nog niet precies de ins en outs. Ik heb me er wat meer in verdiept en gehoord hoe dit jaarlijks evenement dus terugkeert. En bovendien dus dat dit jaar Babyloniebroek als dorp vertegenwoordigd is in de optocht. Nou ja, dat maakt natuurlijk wel voor mij heel speciaal. En ik denk ook wel dat het heel mooi is om als sporter vertegenwoordigd te zijn als ambassadeur voor de Brabantse Dag. Ook al zag men vandaag alleen nog maar de wagen, waar zondag het spel en de attributen nog bij komen. De bezoekers waren nu al onder de indruk. Ik vond het heel mooi. Echt indrukwekkend om te zien hoe enthousiast die mensen hiermee bezig zijn. Echt super om dit te zien, ja. Ik vind het fascinerend wat ik nou vandaag hier zie. Geweldig. Wat een creativiteit, hè. Ik wil maar zeggen, je kunt boeken lezen, maar ja, hier komt het tot beweging, tot leven eigenlijk. Hè. Je ziet ineens activiteit. Dat is gewoon heel mooi om mee te maken en te zien, hè. Wie benieuwd is naar het eindresultaat, de Brabantse Dag is zondag 26 augustus in Hezen.